Tilburger Sinterklaasjournaal met Freek van der Heijden. Goedenavond allemaal, fijn dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van het Elburger Sinterklaasjournaal. Inmiddels weten we dat er best wat rare dingen aan de hand zijn in het Elburger Pietenhuis. Zo mocht onze verslaggever Monique maar heel eventjes binnenkijken van huismeester Dirk Dweltje. Inmiddels is er nieuws en daarvoor gaan we direct over naar onze verslaggever Monique. Nou, ik heb inderdaad nieuws, Freek, want ik sta hier tegenover het Pietenhuis met die aardige overbuurman. En die heeft toch wel wat opmerkelijke dingen gezien. Ja. Toch, meneer Boeven? Weet u wat het is? We horen steeds allemaal bouwgeluiden. Dat is wat we horen, ja. Bouwgeluiden? Ja, ja, van de gezagen, de getimmer en de gehaken ook de hele dag, ja. Alsof er gebouwd of verbouwd wordt. Nou, weet je wat het is? Dan komt hij elke ochtend zo'n autootje voorbij. En dan stappen er twee van die werkmannen uit. En met van die koffertjes en van die tassies en van die broodtrommeltjes. Weet je, echt van die wakkelui. Oh, nou kijk eens. Dan komt hij toevallig net aan. Nou, die moet ik eens even aan de tand voelen. Dat is even een momentje. Ja, hallo? Hallo? Ja, hallo? Ja, hallo. Ja, hallo. Wij zijn van het Sinterklaasjournaal uit Elburg. Ik heb geen commentaar. Ik heb niks te zeggen. We willen graag even, we willen graag even weten wat hier allemaal speelt. Bent u aan het verbouwen? Maar kunt u misschien vertellen wat er aan de hand is? Want ik weet Sinterklaas hiervan. Ik moet allemaal klusgeluiden. We willen graag weten wat er aan de hand weten. Mag ik ook naar binnen? Maar mag ik dan toch eens weg, mevrouw? Nou, ja. Maar ik wil graag weten wat er aan de hand is. Maar er is toch... Er gebeuren hier rare dingen. Ik weet niet wat hier aan de hand is, maar het is niet goed. Aannemer Heitje, zei hij nou, aannemer Heitje? Dat is toch de plaatselijke aannemer die huizen verbouwt? Oh, wacht eens even. Daarom mocht ik het Pietenhuis niet in. Ze zijn hier aan het verbouwen en dat mag ik natuurlijk niet zien. Ja, wacht eens even, Monique. Dat is toch raar? Sinterklaas komt zaterdag aan. Zaterdag al. Waarom moet er dan nu iets verbouwd of iets gebouwd worden? Dat is toch heel onhandig juist? Nee, inderdaad. Daar heb je gelijk in, Freek. Hij zit 11 maanden in Spanje. En dan heb je natuurlijk tijd zat om te verbouwen. Dus ja, zou er soms iets mis zijn met het Pietenhuis? Ik hou het in de gaten. Oké, Monique, bedankt alvast. Succes en tot snel dan, hè. Ondertussen zitten de Pieten op de boot bepaald niet stil. De vorige keer dat we beelden binnenkregen van de boot, zagen we dat er nog wel wat Pieten waren die zich zorgen maakten over al die verdwenen cadeaus. Laten we maar eens gaan kijken of ze misschien iets hebben gevonden om die verdwenen cadeaus weer terug te vinden. Als het goed is, hebben we contact met de controlepiet. Dag controlepiet. Oh, hallo. Dag Freek. Dag lieve mensen in de mooie gemeente Elburg. Wat leuk om jullie te zien. Is alles goed daar? Ja, prima. Hier gaat het prima. Maar we vroegen ons af hoe het gaat met de opsporing van de vermiste cadeautjes. Wat? Hoe weten jullie dat? Ja, we hebben de afgelopen dagen beelden binnengekregen van de boot. En toen hebben we gehoord dat de cadeautjes misten. Pop vol pepernoten. Sinterklaas weet het zelf nog niet eens. Maar heel Elburg heeft het al op het Sinterklaasjournaal gezien. Maar ik snap niet. Hoe kan dit nou aan mijn grondige controle zijn ontsnapt? Freek, in het belang van het onderzoek kan ik niks vertellen. Maar we zijn ontzettend benieuwd of die vermiste cadeautjes alweer terug zijn. En of er ondertussen niet nog meer cadeautjes zijn verdwenen. In het belang van het onderzoek kan ik niks vertellen, Freek. Maar er valt toch nog wel iets... Nee, ik zeg absoluut niks. Mijn lippen zijn verzegeld. Jullie krijgen van mij niet te horen dat er dag en nacht pieten staan voor het pakjesruim... om ervoor te zorgen dat er geen cadeaus meer verdwijnen. Dat was een beetje dom. Ah, dus er wordt goed gelet op onze cadeautjes. Nou, dat is in ieder geval een geruststellende gedachte. Dankjewel, controlepiet. Verstandig spreken is moeilijk. Verstandig zwijgen is moeilijker. Nou, ik ben blij dat die controlepiet zich heeft versproken. Want nou weten we in ieder geval dat er toch echt goed op onze cadeautjes wordt gelet. Dat is heel belangrijk natuurlijk. Vorige week konden jullie zien dat onze thuiskok Jannie Olivier probeerde om zelf pepernoten te bakken. Dat werd niet zo'n succes, hè? Maar gelukkig heeft ze een nieuw recept en ze gaat het gewoon nog een keer proberen. Nou, Jannie, laat maar zien. Hoi, wat leuk dat je weer kijkt naar Jannie Olivier. Vandaag gaan wij een chocoladeletter maken. Heel makkelijk om te doen. Vraag alleen even aan je papa en mama of ze meekijken, want het is een hele bijzondere kooktechniek. Wat heb je nodig? Chocolade. Je kan kiezen natuurlijk. Puur. Melk. Of wit. Wat je zelf lekker vindt. En iets moois om de chocoladeletter mee te versieren.
Ik gebruik vandaag lekkere marshmallows. Het eerste wat we doen is even de waterkoker aanzetten met een beetje water voor in het aubergine pannetje. Als het water gekookt heeft, doen we een klein bodempje van het gekookte water in de pan. Ik wil natuurlijk ook even vragen of je papa en mama dit wil doen. Ik kies vandaag voor de pure chocoladeletter. Nou, belangrijk voordat je zometeen de chocola in het pannetje gaat maken, is dat je hem eerst even in kleine stukjes snijdt, gooit, breekt, wat dan ook. Ik heb daarvoor een goede manier bedacht. Je klimt op de stoel, zo hoog mogelijk, en dan gooi je de reep van boven naar beneden. Zo. Nou, dan zijn het alvast een heleboel kleine stukjes. De rest doe ik even netjes op het bord. Zo. Alles erop. Niet vergeten om één stukje zelf te snoepen. Altijd lekker. En dan maken we er even kleine brokjes van. Komt niet zo heel precies. Maar groot genoeg om ze in het aubergine pannetje te passen. De aubergine pan. Zo'n pannetje kan niet missen. Als je nou geen aubergine pannetje hebt, kun je thuis ook gewoon even een kleiner pannetje pakken dan het pannetje waarin je het water hebt gestopt. En dat hang je in de pan met het gekookte water. We pakken de chocola er even bij. Nu gaan we heel voorzichtig de chocola in de aubergine pan leggen. En dan is het wachten geblazen tot het een beetje gesmolten is. Nou, de volgende stap is dat we even een vormpje gaan uitzoeken voor de chocolade. Zodat we die in de vorm van je letter bijvoorbeeld kunnen gieten. Ik geloof niet dat ik een vormpje heb. Weet je wat ik doe? Ik gebruik wel een bord. Kijk, het lijkt natuurlijk wel een beetje op de O van Olivier. Kijk, je ziet nu dat de chocola mooi gesmolten is. De smaak is nog prima, dus klaar om in de vorm te gieten. Nou, we halen het bakje er even uit en we brengen het naar onze vorm. En dan gieten we dat op het bord. Oké, we hebben nu een rondje, maar een O heeft natuurlijk een gat in het midden. Hoe gaan we een gat in het midden maken? Nee. Ik gebruik gewoon een percering. Marshmallows. Een beetje een rondje. Ik doe er nog wel eentje bij. Dat is mooier, denk ik. Hè? Dan maken we zo in het midden een gat van marshmallows. Misschien nog meer marshmallows. Oh, op de kop. Je hebt gewoon een vorm nodig. Weet je? We kijken wel even wat het wordt. Ik zet hem gewoon in de koelkast. En over een kwartiertje weten we hoe die is gelukt. De chocoladeletter is nu klaar en stijf geworden in de koelkast. Ik ga even kijken of die gelukt is. Oh, het lijkt helemaal niet op een O. Nou, ik neem wel gewoon een stukje van deze. Ook vandaag is er weer een weerbericht met Marius Boersma. Hoi kinders, hier is hij weer, jullie eigen weerman, met het weer van morgen. Morgen geef ik het weer 8 pepernoten. Het is mooi, rustig, zonnig weer,
Maar s'mans is het heeg. En als het heeg is, dan moet je naar buiten toe. En vooral in de weiland, dan zie je de kooien zie buiten lopen. En dan zie je ze eigenlijk vanaf de buik en de uien zie je ze pas. Want de poorten die ben helemaal verdwenen. Een prachtig gezicht, vooral als de zon opkomt. Tot slot een weerspreuk. Loopt de herfst op zijn laatste poten, dan krijg je machtig zin aan pepernoten. Tot de volgende keer. Hoi hoi. Helaas, dit was het alweer. Deze aflevering van het Sinterklaasjournaal is alweer ten einde. Maar we zijn er heel snel weer, dat beloof ik. Voor nu, slaap lekker. Dag hoor. Daar gaan we verder. Goeie. Hoi.